بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Een van de gunsten van de Hajj is dat de bedevaartganger wordt ook gezien als iemand die strijdt op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, afdal al jihad, de beste jihad, is een gezegende Hajj, zoals het overgeleverd is in het boek van Imam al-Bukhari. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een ander hadith, naam. Hij zei, ja, al-jihadu al-hajj. Dus hij zag dat al-hajj als jihad. Deze riwaya is ook al-Bukhari. En Umar radiyallahu anhu zei, suddu rihal, doe je best, pak je spullen om naar al-hajj te gaan. Fa'innahu ahadu al-jihadain, voorwaar het behoort tot een van de twee soorten jihad. En dat zegt eigenlijk al veel over hoe belangrijk deze daad van aanbieding is en de gunsten daarvan. Mag Allah Ta'ala ons daarvan voorzien om tot de bedevaartgangers te zijn. Amin. Walhamdulillah Rabbil Alameen.